Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, we staan hier in het stadhuis en zo meteen gaan wij de trap op en gaan we richting de raadzaal. Nou, de 5 VWO-studenten van 6 verschillende scholen, die zijn al binnen. Die gaan zo meteen debatteren en de kick-off van natuurlijk jeugd en politiek gaat van start. Nou, en wat dat dan precies inhoudt, nou, dat gaan we zo meteen meemaken. En hopelijk kunnen we nog wat mensen, studenten en misschien ook wel mensen die met het project te maken hebben, te spreken en vragen wat het project precies inhoudt en wat er allemaal gaat gebeuren in de komende tijd. Okay. Welkom iedereen, welkom in het bijzonder. Burgemeester Pluij is aanwezig en ik begin gelijk met het woord aan de burgemeester te geven. Als je gekozen bent als raadslid, het hoogste wat je kan zijn in de politiek in Breda, want dan gaat het uiteindelijk over echt besluiten die voor de stad van betekenis zijn en hopelijk ook voor alle mensen in de stad van betekenis zijn. Of het nu gaat over waar hij is opbouwen. Nou, we zitten nou net in de pauze en wat hebben we zojuist gedaan? Oeh, wat hebben we zojuist gedaan? We hebben natuurlijk een dik uur gezeten. En het politiek jaar 2016-2017 is geopend. En dan ook nog deze keer door de burgemeester. Dus jullie hebben een stukje uniek politiek werk meegemaakt. Jeugd en politiek. Leukste werkgroep van de gemeente Breda. Ja, sommige dingen die belangrijk zijn, kunnen saai ervaren worden, maar ze zijn belangrijk. En dat is met de jeugd ook. Als het lukt ons nu 8 jaar op rij om middelbare scholen te enthousiasmeren om elk jaar een team af te vaardigen. Elk jaar zie je groepen van 7-8 leerlingen per school die op school opdrachten doen. Dus het is voor hun studieopdracht. Ze kunnen daar studiepunten of cijfers mee verdienen. Ik weet niet meer hoe dat gaat tegenwoordig. Ze zijn hier in feite maatschappelijk bezig. Dus ze hebben al een verbinding met het politiek centrum van Breda, het stadserf. En ja, nogmaals, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus ik zei net al van, goh, misschien over 20 jaar of eerder zit iemand van die jeugd die nu hier zit in de gemeenteraad. En denkt dan, goh, wauw, destijds zat ik hier zo tijdens schooltijd, deed ik een project. En ja, voor hetzelfde geld zitten die ertussen en zijn ze enthousiast en betrokken. Nou ja. Zometeen gaan ze nog door. Ik had begrepen dat er nog een aantal pitches komen. En vanuit dat moment dat de raadsleden dus die in de zaal zijn, de 5 VWO-leerlingen, dan mogen kiezen welk thema het gaat worden. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt. Ik ben zelf een van degenen die moet pitchen. En er worden een aantal thema's kort gepitcht. En dan mogen de leerlingen, zoals het hoort in een democratie, met handopheffing mogen ze stemmen op welk thema hun het meest aanspreekt. En het thema met de meeste stemmen, zo werkt het in de democratie, die heeft gewonnen. Dus ik ben heel benieuwd welke thema's we zo vooraan stellen, want die weet ik nog niet. Breda Nu. Je weet het meteen.